Goedemiddag. Goedemiddag, zo wijfie. Waar lopen wij naartoe eigenlijk? Want we zijn even gauw met tweeën voor het eten weggegaan. Naar de winkels. Juist, en wat gaan wij doen bij de winkels? We gaan de pompoenen halen. Oké, okay, ja, ik begreep dat van opa dat de pompoenen liggen bij de supermarkt. Ja. Ik zie jou met een karretje. Ze zijn loodzwaar. Ze zijn zwaar. Dus we gaan eventjes snel en kijken. Albert Heijn. Nee, toch? Nee. Nee. Het was niet naar Appie, het was naar de Hoogvliet. Hoogvliet? Yes. Ja. Maar we eens lopen. Zo. Dat is een klein fiets. Dat is een heel klein fietsje. Die moet sowieso voor de kind zijn. Ja, dat denk ik ook. Kom maar. Dan gaan we even deze kant op. Nou, we zijn er bijna. Ja. Dus even kijken. Lekker de bladeren. Hier waren eerst schaapjes, maar nu zijn er binnen voor het gebouw in. Oké. Okay. Of ze zijn daar. Ja, ik denk dat ze gewoon in de saté zitten. Nee, daar zitten ze nooit. Oh, oké. Okay. Want ik ken ze wel heel lang. Die schaapjes. Alleen het zijn telkens weer een andere. We hebben hier ook een wip gebouwd. Ja, daar verderop toch? Ja. Ja. Dan ga ik meestal met opa. Oké. Okay. Meestal. Nou. Hé, ze hebben het geverfd. Ja. In de kleuren van? De regenboog. Ja. En wat houdt dat in? Ja, het staat erop, hè? Kijk, je kan het lezen. Er zit een plaatje op. Kijk maar, lees maar. Wie je ook voelt en hoe je je ook voelt. Iedereen moet zich overal veilig en gerespecteerd voelen. Voorburg, 15 september 2018. Onthuld door Westerhouder Dame Stemperdink. Ja. En Karning Blankenstein. Mooi, hè? Ja. Dat is een goed teken. Maar dat hebben ze echt geveld. Ja. Maar dat zie je ook. He, dus in principe moet het niet uitmaken hoe je bent, wie je bent, op wie je verliefd wordt. He, of het nou een jongetje is of een meisje. Dat moet allemaal niet uitmaken. En die wip is ook een beetje een regenboog. Je moet gewoon lekker jezelf kunnen zijn. Ja. Dat is wel fijn in Nederland, hè? Oké, okay, nou ik zie de supermarkt al. Ja, Alfred. Alfred, we gaan. Ja, de Wippert, ja. Best vaak is open. De Wippert. Wippert. We gaan eens naar binnen. Yes, Alfred. Ja, we gaan even kijken. Dan moeten het hier ergens. De open zijn bij de groenteafdeling, hè? Loop maar. Bij de groenteafdeling. Ja, we gaan eens even kijken. Ja, we lopen. En dan moeten we hier ergens tussen, de opa. Ja, hier naar links, naar binnen. En dan moeten we eens even nadenken. Waar moeten we zijn? Heb jij enig idee waar we moeten zijn? Nee. Huh? Ik ook niet. Maar we lopen gewoon even door de winkel. We lopen even door de winkel. Ik heb geen idee. We hebben er één gevonden. Ja? Oh. Nou. Oké, okay. Deze heeft wel een lichtkantje. Die heeft gelegen. Maar dat is toch niet zo erg? Ik weet niet, het hangt er vanaf. Wat wil je, als je daar die ogen doet? Dan is het niet zo erg. Nee? Maar dan is het nee. Toch lelijker nog en dan is het toch griezeliger. Griezeliger? Dan is het niet dan lelijker? Ja. Oh, oké. Okay. Zullen we hem nemen? En hoe ga je die ogen doen dan? Via dat snijplank. Ja, ja. Hebben we toch dat ding? Ja, die lepel en die mes. Oké, kom op. Ja? Doe je het ding open. Ja, ja, zwaar hè? Zwaar? Ja, is het niet zwaar? Oh. Hij past er niet in. Ja, ja, even rustig. Zo. Oh. Zo, nou die zit erin hoor. Even dat prijskaartje. Hup. Ja, prijskaartje. Oké, cool. Ja. Ding. Ja, hup. Ja, zo. Op naar de kassa. Ja, je bent wel snel zeg. Is dit zwaar? Nou ja, ik weet niet. Ik heb je nou daar in je hand? Andere hand? Heb je daar? Oh, ook geld. Oké. Okay. Nou, dat is spannend. Wat? Heb je hem? Oh, kattenvoer. Gratis kattenvoer. Gratis kattenvoer. Lekker, als we een feest krijgen. Ja, hier lopen we. Voor de katten, ja. Oké. Okay.
Nou, we lopen naar buiten. Trick or treat. Kijk hier. Ja, Halloween. Nou, jij bent er klaar voor de eerste actie. Dan wordt eventjes een meloentje. Oh nee, pompoentje. Ja, even kijken. Ja, je staat vies in het pad. Even doorlopen. Ja, je staat even buiten. Laat maar eens even. Ja. Even filmen nu met het mobieltje. Zo'n spontane actie weer. Kijk, hij ligt er al in. Pompoentje? Pompoentje ligt erin. Ja, rustig lopen. Rustig lopen. Ja. Oké, okay. Kijk uit. Ho, kijk uit de andere kant. Ja, dit is een racebaan hier, hè? We lopen deze kant. Oh, maar dat kan niet, hè? Jawel, kan wel. Die kant wel? Ja, we kunnen wel deze kant op. Mag ik dan even... Nee, we lopen gewoon even. Oh. Zo. Deze keertje... Trick or treat. Ja, trick or treat. In het... Huygenskwartier. Zaterdag 27 oktober... 13 uur tot en met 17 uur. Ja. Heksen in de straat schimmen. Nee, schminken. Schminken. Schminken voor kids. Lekkers in de winkels. Kijk, nou dat is over. Maar dat is pas over een week. Ja. Dus dat, en dan is het in Voorburg. Maar jij bent dan in Zoetermeer. Ja. Dus dan gaan we naar een andere toe. Dit is alleen in Voorburg. Ja. Nou, kan nou. Nee, dat kan je niet. Maar volgens mij ben jij dan richting... Drievliet? Drievliet? Nou, kom, we gaan naar huis. Zijn misschien iets te hard? Ja, dit is hij iets te hard. Kom, we gaan naar huis lopen. Maar Drievliet is ook leuk, geeft het. Ja, Drievliet is ook leuk. Ja. Allemaal spoken. Nee, dat is niet eng. Oh, is niet eng? Daar is het speciaal voor kids. Oké. Okay. Dus als je dan een heks hebt, dan moet je het toch uitsteken. En dan lopen ze weg. Kijk eens. Oh, daar heb je al de eerste. Ja. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Ik niet. Het is allemaal... Ze zijn wel leuk, hè? Ja, ik vind het officieel niet zo eng. Nee, toch? Die zijn wel leuk. Ja, ze zijn wel een beetje kinderkopjes. Ik ken andere poppen. Ja, die zijn enger. Die zijn echt een stuk. Ja, die zijn een stuk enger. Ja, toen wij bij de markt, hoe heet dat? Ja. Bij de markt waren. Ja. Toen was ook de Halloween winkel. Ik, als ik er zelf was, had ik er niet. Nee, ja. Dat was echt een stuk eng. Ja. Bijna bij opa. Yes. We hebben het voor de feest. Ja, de pompoen. Ik heb dit aan je uitgelegd. Misschien kunnen jullie het ook zien. Vanaf nu is ook bij Bobbeli op de YouTube kanaal de community actief. Ja. Dus we hebben zo dat ook vragen en opmerkingen geplaatst en af en toe een fotootje plaatsen. Dus vanaf nu kan je dus ook op de community reageren. Ja. Dat is dus in de bovenbalk. Ja. Moet je maar kijken. Deze week zijn we begonnen ermee. Weer een extra manier om te communiceren met jullie allemaal. Ja. Leuk. Dus wil je ergens mee helpen, zet het sowieso daaronder. En dan zien we wel of we of de leven. Ja, dat zal hartstikke leuk zijn natuurlijk. Want de vakantieperiode komt eraan. Ja, nog een week. Ja, nog een paar dagen. Ik heb nog één dag. Dus ja. Nog in deze avond. Nu naar school natuurlijk, maar morgen moet ik naar school. En dan overmorgen hebben die voor de meeste studiedag. Dus gaan ze leren. Ja, hoe gaan ze dan leren? En dan hebben we dus een week vakantie. Dus we hebben... In totaal 8 dagen vrij. Juist, nou dan gaan we leuke dingen doen. Ja. Dus misschien willen jullie mee dan, dat zien we dan vanzelf wel. Ja. Maar voor nu, we gaan happy eten. Yes. De pompoen is in huis, in ieder geval de eerste. Ja. En dan zien we... We gaan nog voor een tweede, bij de Lidl. Ja. Bij ons. Want deze had maar 1 pompoen. Ja, deze had zo'n grote. En die meneer zei daar zo, zei dat, nee, we hebben geen pompoen. Ja, dat begreep ik ook niet helemaal. Dat was ook niet helemaal netjes van hem. En toen hadden we dus opeens wel. Ja. Dus we snappen het ook niet meer. Wat maar goed. Is daar niet goed aan? Juist. Maar goed, hey toppers. Eet smakelijk allemaal. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei doei. Doei doei.